Dat is Hubé, gelukkig. Jazeker. Had je het verwacht in mijn vriend van de wedstrijd tegen HC Sport? Nou, vier bovenaan, 28 punten, jullie er maar 18. Nee, daarom van tevoren bedenk je het niet tegen de koploper. En dan heb je 0-0. Je hebt wel kansen gehad. Samen met je medespelers probeer je wel wat te realiseren. Ja. Eerste hoekschop. Komt op het hoofd van Niels Laan. Dat was dus een assist. Ja. En drie doelpunten scoren. Ja, ik hoop dat nog wat meer assists, maar teamgenoten lieten het liggen. Ja, want Pepijn had er waarschijnlijk ook nog. Pepijn Vel dan, die had ook wel drie doelpunten. Ja, Jari Dichnem was dat. Ja. Hè? Jari Dichnem. Oh. Maar ja, zijn vizier stond niet op scherp, denk ik. Als je dan de hele wedstrijd bekijkt, had je zo verwacht dat je dan met zo'n grote 4-0 zou gaan winnen? Nee, we zaten wel beter in de wedstrijd dan de tegenstander. Dat hadden we wel, maar dat we dan zo ver uitlopen, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Ja, waren er wat geblesseerde spelers bij jullie? Nou, dat viel deze wedstrijd dan wel weer mee. Vooral de vorige weken liepen we met blessures. Tegen RKEDO? Ja, ook wel een paar. En vooral vorige week ook tegen Mok. Tegen Mok? Nou, toen lieten we het liggen. 0-0 was dat. Ja, Midwoud-Oostwoord combinatie. Ja. Toch niet de beste ploeg uit de vierde klasse B. Nee, dat zou je zeggen, maar ze hielden aardig stand. Ja, de lastigste tegenstanders worden toch wel, is dan eigenlijk RKEDO, zou haar support geweest zijn. En de Valken en Strandvogels. Nou, als jullie een beetje losweken en je wint nog die inhaalwedstrijd met grote cijfers, dan sta je zomaar op 21, zelfs 24 punten. Dat zou mooi zijn, ja. En dan heb je aansluiting met de top. Zeker. En zijn jullie er klaar voor de derde klas? Ja, dat is natuurlijk wel onze doelstelling, maar daar zullen we ook niet bovenin meedoen, nee. Maar, nou ja, behoud we de klas. In ieder geval, Roosendaal blijft nog een jaar, net bijgetekend. En zijn jullie al gelukkig mee, denk ik, met deze trainer? Ja, okay. Echt goed in de groep, dus Hey, succes, ga lekker onder de douche. Ja, bedankt.